Martijn Barto, volgens mij is dit een heerlijke wedstrijd voor jullie. Ja, klopt. We kregen ontzettend veel ruimte om te voetballen en benutten die ruimte, ik wou zeggen optimaal, dat is niet eens helemaal het geval, maar laten we zeggen, we benutten die ruimte heel goed en je behaalt een makkelijke overwinning. Ja, zeker tweede helft moet je dan verder uitbouwen naar 4-5-1. Dat laten jullie daarna. Is dat nog iets om jezelf te verwijten? Nou, dat zeg ik. Ik kreeg heel veel ruimte en ik kon het woord optimaal niet gebruiken. Anders had je hier met 6-7-1 van het veld af moeten stappen. Dat hebben we niet gedaan. Verwijten wil ik het niet. Maar ergens is het wel zonde. Aan de andere kant speelt dinsdag natuurlijk ook al een beetje mee in je kop. Druk programma. Dus ik denk dat we gewoon heel tevreden moeten zijn dat je hier gewoon... ondanks dat er nog een paar supporters waren, toch wel een troosteloze ambiance. 3-1 wint, de bus in en op naar dinsdag. Gelukkig ben je voorlopig af van die belofte. Als ik me niet vergis, voor dit seizoen wel, hè? Ja, alleen nog Jong PSV. Jong PSV nog een keer. Ja, nou, ja. Dus wat dat betreft is het maar uit, hoef je ze in ieder geval niet meer. Dus dat scheelt. Die troosteloze ambiance, dat ga je niet meer meemaken. Want dinsdag is het ook weer heel anders, hè, meteen. Dat verwacht ik wel. Ja. Volgens mij zijn aardig wat kaarten verkocht in een mooi stadion tegen een mooie club. Dus daar moeten we ons voor klaarmaken. Dat is een mooi affiche. Ja, je scoort er ook weer eentje. Je pakt een goaltje mee. Dat is ook al een tijdje geleden. Ja, klopt. Klopt. We hebben in een fase gezeten waarin we ook niet altijd even goed voetbalden. Er is een hoop gebeurd. En ik ben blij dat ik vandaag weer een goaltje mee heb kunnen pikken. En ik hoop dat ik dat kan continueren. Deze lijn moeten jullie nu doorzien te trekken om richting dat linker rijtje. Je hebt de aansluiting nu. Hoe belangrijk is dat? Ja, natuurlijk is dat heel belangrijk. Richting de play-offs is dat belangrijk. Voor het gevoel en het vertrouwen. Voor de ontwikkeling van alle spelers. Wat ik zeg, ik denk dat we de laatste 7 wedstrijden uit mijn hoofd hebben. Gewoon ontzettend veel wedstrijden hebben gewonnen. En dat is gewoon lekker voor het team. En wat ik zeg, ook goed voor de ontwikkeling van spelers.